Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Het is weer tijd voor een Animal Crossing weekjournaal, maar het is deze week een special, want ik ben niet op mijn eigen eiland. Ik ben op het eiland van... Bugske! Hey, it's me! Mario! Mario! Hoe gaat-ie? Het gaat fantastisch. Ja? Het gaat fantastisch. Ik heb expres mijn leuke outfit aangedaan voor je bezoek. Ik had echt verlangde zo naar je bezoek. Nou, het ziet er wel leuk uit. Ik vind je outfit mooi. Dat begint echt wel goed. Gelukkig, want daar houdt het ook meteen op. Nou, we gaan, maak je niet druk om je eiland. Wat we gaan doen vanavond namelijk, is alle bewoners van jouw eiland beoordelen. Wie is de leukste en wie is de gaarste? Ja, ik heb wel een favoriet. Oké, dan ben ik heel benieuwd of we bij dezelfde uitkomen. Maar dat heeft ook een reden. En ik denk dat je al meteen weet wie mijn favoriet gaat zijn als je ze allemaal hebt gezien. Maar we zullen afwachten. Ik ben benieuwd. Het ding is, als ik iets kan bouwen, dan denk ik gewoon, past het hier? Ja, oké, gooi ik het hier neer. En zo is gewoon heel mijn eiland gemaakt. Maar er is één ding trouwens waar ik wel over nagedacht heb. Zal ik dat dan laten zien? Ja, laten we daar even naar kijken. Kijk, hier is mijn knol die nog moet rotten. Daar heb je over nagedacht. Oh, nee. Nee, hier. Kijk, leuk, hè? Oh. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon expres een zwembad op het strand. Want wie doet dat nou? Niemand. En dus doe ik dat. Nou, als je niet van zout water houdt, dan kun je gewoon, in het chloorwater. Precies. Hij is wel mooi verlicht. Ik vind het wel een mooi zwembadje. Cool, hè? En ik heb een verhaal gehoord dat jij twee flamingo's hebt. Ja, en die zie jij, hè? In de verte. Ik zie hun schaduw. Ja, dus meneer en mevrouw Flamingo. En die zijn altijd heel romantisch. Ze zijn al 300 jaar bij elkaar. En ze, al 300 jaar staren ze al naar de horizon met z'n tweetjes. Wat vet. En het is echt meneer en mevrouw. Want kijk, de een staat op één poot en de ander niet. Het zijn echt twee andere flamingo's. Ja, ik vind ze wel mooi. Ja, dit was het. Het enige wat ik je nog kan laten zien is mijn huis. Let's go, let's do it. En dan is het toch een kleine mini rondleiding of zo. Ik ben heel benieuwd naar je reactie vooral. Daar zijn we! Ik vind het mooi, man. Dit is serieus mooi. Dit is toch dikke prima. Kom je een kopje thee drinken? Ja, lekker. Graag een frambozenteetje alsjeblieft. Ja, die heb ik niet. Oh, nou, doe dan maar aardbei. Oké. Lekker. Ik vind het een prima woonkamer, Puk. Mooi. Wat wil je eerst zien? Links of rechtdoor, zeg maar? Rechtdoor. Oké. Nou, ja, je gaat het zien. Oh, dat bordje deze daarboven is cool. Knollen! Je hebt gewoon dezelfde muren, hè? Ja. Ik voel me echt helemaal thuis hier in deze kamer. Dit is wel een van de tofste muren, vind ik hoor. In Animal Crossing, die ik tot nu toe heb gezien. Ik heb alleen nu nog zo'n stapelbed, maar ik wil nog even zo'n stamboombed maken. Want dat kan ik sinds kort. Stamboombed? Ja, hoe heet dat? Boomstambed. Ja. Een stamboombed is voor iedereen uit je familie. Grapje! Boomstambed. Ja. Die bedoel ik. Nou, dan gaan we nu naar de volgende kamer. En ik wil nog even daarvoor voor iets zeggen, zeg maar. Ja. Want dit is toch wel een kamer die in het echt ook echt super goed bij me past. Meer hoef ik niet te zeggen. Ik ga naar binnen, ja. Ik denk, is het gewoon een streamingkamer? Ik denk het wel. Dit moet haast wel. Oh! Ja? Ben jij zo'n sporter, Puk? Nee, helemaal niet! Maar dit bedoel ik. Ik krijg alleen maar van die sportspullen en zo. Ik denk, ja, dan maak ik er maar een kamer voor. Het is goed. Ja, het past dus wel bij elkaar. Ja. Oké. Nou, dit was mijn huis. Ik vind dat je toch goed je best hebt gedaan. Je zei van tevoren van, ja, nee, dit, dat. Ja, maar zeg maar, kijk, dit tot hier heb ik ook wel echt mijn best gedaan. Als in, dat vond ik nog leuk om te doen. Maar het hele eiland is me gewoon te veel. Ja. Als je het kent. Nou, laten we op zoek gaan naar de eerste bewoner. Ja, inderdaad. Want we gaan natuurlijk alle bewoners beoordelen. Weet je uit je hoofd hoeveel je er hebt? Nee. Oké, nou dan gaan we ze gewoon opzoeken. Ja, ik weet alleen niet waar ze zijn. Nee, dat maakt niet uit. We vinden ze wel uiteindelijk. Want ze lopen ook altijd op een andere plek. En ze lopen ook altijd waar je ze niet verwacht. Oh ja, wacht. Hier is iemand thuis. Yo! Oké, deze vind ik wel cool. De soort van, dit is gewoon een meester inderdaad. Dit is gewoon een klaslokaaltje. Mm-hmm. Ik ga eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Nou dan, welkom op Pugstadize, Amis. Ik heet Leopold. Je vindt hier heel veel vriendelijke lui, waaronder ondergetekende. Dus kom langs wanneer je wilt. Nou, wat leuk. Dat heeft hij leuk gezegd. Ik voel me inderdaad wel welkom. Ik ga even nog een keertje met hem praten. Rustig aan, Maart. Leopold gaat nergens naartoe. Wat kan ik voor je doen? Laten we even praten. Zeg, jij kent Pukske toch? Ze woont hier op Pukse Duizen, jong. Maar ken je ook haar titel? Nou,
Nee. Oh. Nee. Oh ja, ik heb die laatste keer aangepast. We gaan hem zien. Zeldzaam wonderkind. Nice. Nice. Ik dacht, ik ga even mijn ego strelen. Fantastisch, fantastisch. Ik vind hem mooi. Nou, ik vind Leopold wel een aardige guy op zich. Ik vind hem wel leuk. Ik vind ook dat hij echt een leuk huisje heeft. Gewoon een klaslokaaltje. Leuk, hè? Dat vind ik echt cool. Ja. Oké, door naar de volgende. En wie is dit dan? Wie is dit dan? Het is... Groene... Jitters! Oh, die is wel echt super enthousiast. Hij schreeuwt kaart. Hallo! Ik heb je laten schrikken. Als ik enthousiast ben, word ik soms iets te luid. Sorry daarvoor. Ben op visite. Cool man, ik ben Jitters en eigenlijk ben ik hier nog best nieuw, maar ik wil graag een trainingsmaatje van een ander eiland. Wow! Ik heb dus ook zo'n... Ik heb een groene robotvogel en die is dus ook continu aan het trainen. Dus ja... Oh, die ken ik. Sprocket. Oh, kijk, hij kijkt echt heel bang uit zijn ogen. Wat zijn jullie met veel? Nu jullie hier toch allemaal zijn, willen jullie vast het geheim van mijn enorme spierballen weten. Ja, och, hij is zo sterk. Nou, hij wil zelf ook het geheim van zijn spierballen weten. Hij weet het zelf ook niet. Oh. Oké, dat kan ik wel waarderen. Ja, deze is leuk. Deze is okay. Cirkel. Ja. Oh, en daar zie ik er eentje. Ja, wacht, laten we die eerst doen voordat hij er vandoor gaat. Yo. Hier, deze. No. Ja. Die is cute. Is cute, hè? Ja, Deirdre. Ik vind het cute. Ja, nou, ik zal je één ding verklappen. Ik heb dus altijd gedacht... Ik dacht dus eerst allemaal dat het een ezel was. Nee, ik dacht eerst dat het een wolf was, toen een ezel, maar het blijkt een hert te zijn. Ja, die naamspeling, toch? Ja, ik ben... Ja. Het lijkt wel ook wel een heel vriendelijk wolfje, inderdaad. Ja, ja. Maar toen... Ik zag toen die hoefjes en toen dacht ik, oh, het is een ezel. En toen... Leek het een hert. Dit is wel cute. Ze zegt van, ik moet niet verlegen zijn, omdat je niet van hier bent. Het is hier ontzettend relaxed. Ontspan maar lekker en doe of je thuis bent. Nou, kijk. Dat is een warm welkom. Nou, ik kan wel alvast een spoilertje geven. Tot nu toe vind ik al je bewoners wel voldoende. Ik vind ze allemaal leuk. Het is er geen één waarvan je denkt, nou, die kun je beter van je eiland aftrappen. Nee, nee, ik vind ze allemaal leuk tot nu toe. Maar oh, ik moet natuurlijk weer eerst. Ja, oké. Okay. We hebben er nog 50 aan, hè? Dus het kan hard gaan. Ik denk dat je dit huis wel cool vindt. Ik ben benieuwd. Ik dacht echt toen ik hier gewoon wow, dacht ik. Ja, deze ken ik! Deze ja? ken ik! Ja, dit is... Bam! Inderdaad. Maar deze is best wel nieuw nog, dus... Dan heeft hij al wel een mooi huisje. Ja, dat wel. Bam zegt ook van, ik woon hier nog niet zo lang. Maar aangenaam ja, kennis te maken. Ja. Oh, die is superleuk. Laat het weten wanneer je eens op Puxedice bent, oké? Gaffel. Oké, hij zegt wel een beetje... Gaffel. Gaffel, alsof hij op je staat te rochelen of zo. Ja, hij heeft iets nieuws gemaakt. Volgens mij kan ik het zelfs krijgen van hem. Ja, dat denk ik ook. Wat super lief. Oké, deze scoort pluspunten, jongens. Ja, hij is je gewoon aan het omkopen. Ja, deze man. Ja, nee, zo kan ik het ook. Geef hem maar gewoon spullen. Ja, dat is plus +1. Zo werkt dat. Denk je al dat je mijn favoriet gehad hebt? Ik mocht Jitters niet van je stelen. Dus tot nu toe denk ik Jitters. Maar ik snap niet zo goed nog waarom dat dan per se je uitgemaakte favoriet zou moeten zijn. Nee, oké. Wat is dit? Oh shit, ik kijk super boos. Ja, kijk even boos. Octavian, ben jij die zwerver waar iedereen het over heeft? Oh, hij is savage. Wat? Octavian die zegt, ik hoorde dat er niet eilanden liepen rond de neus, hè? En je ziet er nogal verdwaald uit. Dus vandaar. Mijn naam is Octavian trouwens. Zo, nou dat hebben we achter de rug. Veel plezier nog. Nou, bedankt, pikkebaas. Ja, dit klinkt niet heel enthousiast bij jou, Rick. Nee, ik wil nog even kijken wat hij nog meer te vertellen heeft. Met zo'n boze bakkes. Hij heeft het nu over Nooks winkel. En, oh, ga je hem hakken? Ja, dat was ik. Nice. Dus daar komen die pleisters vandaan. Nou snap ik waarom die zo'n rode kop heeft, Puk. Hij zegt, ze verkopen er nu nog meer spul, dus het lijkt nog meer een echte winkel. Zuignap. Zullen we doorgaan naar de volgende? Ja. Ja, 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 let's ja. Dit is nummer 6 die we gaan zien. Nog 2 te gaan hierna. Oh, dit is ook zo'n tapir. Ik heb dus ook een tapir op mijn eiland. En die heeft van die supergrote wenkbrauwen. Oh. En die kijkt... Ik noem het een miereneter altijd, die dingen. Of is dit zou ook is dat hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat het inderdaad een miereneter is. Ze zegt, je moet die bezoeker zijn van de andere eiland. Ik ben Annabelle, als popster in spe. En binnenkort meest beroemde inwoner van Puxedice, zeg ik... Te gek om je te ontmoeten. Jij bent dus Rikketje. We moeten echt eens samen gaan winkelen. Ze wil met me shoppen. Nou, wat lief. Dat is wel...
Ja, het is wel super aardig van haar. Oh, ze zegt ook, ik ben waarschijnlijk echt verdrietig als iedereen straks weggaat, want er is zoveel bezoek. Oh, toch niet, toch niet. Zodra, ja, zodra ze alleen is, zingt ze hard en boem. Ze voelt zich stukken beter, net als altijd. Nou, stelt me gerust. Ja, verder naar beneden hebben we nog huisjes. Misschien dat ze daar thuis zijn. Dat zou echt perfect zijn als ze gewoon allebei thuis zijn. Oh, nee, deze niet. Oh, die is hier. Oh, hallo. Punchy. Chunky. Oh nee, Punchy. Punchy die wil me graag leren kennen. Ik ben Punchy, ik woon hier met mijn beestenvriendjes. Oh, heb je nog meer te vertellen? Want dat vond ik wel een beetje karige kennismaking. Er is een geweldig museum op Puxedijs. Ga er maar eens heen. Ze zijn de hele dag en nacht geopend, want cultuur is tijdloos. En deze is wel thuis. Dan zijn we er. Ja, dat zijn ze. Ja. Heb je een beetje een puntje onthouden? Ja, zeker, zeker. Laten we doorgaan naar de allerlaatste bewoner. Spannend! Ik moet zelf even nadenken welke dat is. Zou dit nou? Dus dit is niet je favoriet. Oké. Okay. Anders had je niet hoeven na te denken namelijk. Ja, dit was dom. Maar je snapt wel als je dit ziet waarom. Wel de grappigste, denk ik. Wow. Ze had die pet eerst helemaal niet. Ik vind het net een postduif nu, joh. Ja, Celia vindt mijn naam een erg leuke naam. En ze hoopt me nog een keer te zien. Ik denk dat het een ze is, toch? Ja, ze heeft roze tenen. Jawel. Ja, ze heeft roze tenen. Iedereen met roze tenen is een vrouw. Nee. Geen idee, geen idee. geen commentaar. Nee. Ze noemt me Pluimpje, dat vind ik wel heel lief. De volgende keer dat ik zoveel visite krijg, mogen ze mijn nieuwe recept voor stroopwafels proeven. Serieus, stroopwafels? Dat is wel echt super cool dat ze dat erin hebben gedaan. Ja. Dat is toch gewoon super Nederlands. Ja, die vertalingen zijn dat ze dan. Ja, maar ik ben dan benieuwd bijvoorbeeld of ze dan in Oostenrijk een braadworst of zo. In Duitsland? Is dat meer Duits? In Duitsland? Ja, wat is dan meer Oostenrijk? Ja, weet ik veel. Jodelaiti. Jodelaiti! Oké. Okay. Nou, dit waren ze. Dit waren je eilandbewoners. Ja. Oké, okay, laten we even op een neutrale plek gaan discussiëren. Ergens waar de eilandbewoners ons niet kunnen horen. Oké, okay, we hadden in de volgorde van ontmoeting... Leopold, ja. Yes. Jitters, Deirdre, Bam, Octavian, Annabel, Punchy en de laatste was... Celia! Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk tot de conclusie ben gekomen dat ik letterlijk de eerste vier het leukst vond. En de laatste vier het minst. Oké. Okay. Ja. Oké, cool. Dus op plek 8. Nou, dat... Gewoon om zijn gedrag op plek 8, ja, jongens. Ja, ik weet nu al wie. Ja, nee, dat is Octavian. Alleen als een uitdrukking. Ja... Hij had er geen zin in vandaag. Zuignap noemt hij mij. Ja, ik snap dat je je daardoor beledigd voelt. Nou, als iemand me zuignap gaat noemen, is het gewoon klaar. Nee, dan ben je gewoon nummer 8, helaas. Knockout, wegwezen. Oké, okay. Op nummer 7 zet ik Punchy. Punchy. Ja, want Punchy was wel heel leuk qua uiterlijk. Ik vond hem er heel leuk uitzien. Alleen, toen ik met Punchy begon te praten, hij zei eigenlijk niks. Ik had geen klik. Ik snap hem. De klik was er niet. Ja. Heb jij dat ook met hem? Of? Nee. Ik vind hem wel heel leuk. Maar ik denk dat dat komt omdat hij is gewoon helemaal into Puxedijs, denk ik. Dat hij gewoon een beetje niet nieuwsgierig is naar nieuwe bezoekers of zo. Ja, is misschien een beetje eenkennig ook of zo. Als hij zich aan je hecht, dan houdt hij van je en dan vindt hij het moeilijk om nieuwe mensen te ontmoeten. Op nummer 6 zet ik Celia. Ze was wel heel lief, maar weet je, dat is een beetje alsof je ex dumpt. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja, die snap ik wel. Ja. Op nummer 5 zet ik Annabelle. Annabel! Ik ben niet zonder jou, Annabel. Of zoiets, toch? Ja, ja. Zeker. Ja, ja, Annabel vond ik zeg maar best of the rest. Ik vond Annabel er niet zo leuk uitzien. Ik vind haar looks niet zo heel cool. Maar ze was wel echt misschien wel de aardigste. Nou, de op ene aardigste van je eiland. Ja, ze was wel zij is ook wel heel aandoenlijk. En ik vind haar... Het is wel echt cool dat ze gewoon zegt... Ja, ik word de beroemdste eilandbewoner. Ik kan dat wel waarderen. Oh, spannend. Nu de beste 4. Top 4. Ja, de top 4. Dus dan hebben we nog Leopold over... Jitters, Deirdre en Bam. Op nummer 4, en dat is echt de meest zure plek die je kan hebben, want dan heb je geen medaille. Ja. Op nummer 4 komt Leopold. Leopold was een hele aardige guy. Die eerste indruk was perfect. Zijn huis vond ik misschien het leukste van allemaal, of de ene leukste. Mm-hmm. En Leopold is gewoon een leraar, weet je wel. Ja, nee, ik vond Leopold gewoon cool. Wat vind jij van Leopold? Oké. Nou, Leopold...
staat op mijn arm. Oh ja! Oh, Leopold is jouw favoriete bewoner. Ja, maar hij is eigenlijk ook nog best wel nieuw. Maar ja, toen ik de leeuw kreeg, ja, duh, Leopold for the win. Ja. Ja, nu je me herinnert aan je tatoeage, snap ik hem helemaal. Ja, ik vind het heel jammer dat je hem als vierde, want dat is inderdaad de meest zure plek. Maar oké, okay, ja, je hebt duidelijk geen smaak, maar... Oh, dit is hartstikke goed! Een vierde plek is hartstikke goed! Op nummer 3 staat Bam. Bam! Op nummer 3 staat Bam. Bam heeft wat mij betreft wel zo'n beetje de coolste looks. Ik vind zijn kleurtje nice. Ik vond zijn huis mooi. Bam heeft gewoon het totaalpakketje van iemand die je op je eiland wil hebben. Oké, nummer 2. Want dan weten we ook meteen nummer 1. Dan weten we ook gelijk de nummer 1. Maar ik ga eerst de nummer 2 uitleggen. Deirdre. Deirdre vond ik super, super, super cute. Ja, ze is echt heel aardig. En zij is degene die zei van... Zorg dat je je thuis voelt. We zijn hier allemaal aardig. Als er iets is, dan wil ik je helpen. En Deirdre zag er ook gewoon hartstikke leuk uit. Deirdre is mijn nummer, is mijn eerste bewoner. En als zeg maar, toen Leo er nog niet was... Toen was Deirdre ook wel echt mijn favoriet. Maar dan weet ik wel al wie nu gewonnen heeft. Ja, nou kijk, op mijn eiland... Op mijn eiland is... Sprocket mijn favoriet. Want dat is mijn allereerste bewoner ooit in Animal Crossing die ik cool vond. Die was er ook vanaf het begin bij. En ik zie hier gewoon Jitters. En Jitters is gewoon een real life Sprocket. Die is geen robot, maar die is ook groen. En die houdt ook van trainen. En het is ook een vogel. Weet je wat? Ik vind dit eigenlijk wel een hele mooie conclusie om mee af te sluiten. Ik hoop dat jullie dit een super leuke video vonden. Het was weer eens wat anders. Ik vond het hartstikke leuk om dit te doen samen met Puck. En ga zeker ook even een kijkje nemen op haar YouTube en haar Twitch kanaal. Ze is bijna iedere dag live op Twitch. Dus dat is sowieso echt rete gezellig. Bierpark of the Pucks fam. Zeg ik dat goed? Yeah. Hey, dankjewel Puck. Jojo. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo video's houdt. En wil je me ook live zien gamen, volg me dan zeker even op twitch.tv/RickAtYou. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!